Maar dus Erik, 13e seizoen al van de slimste mens, hadden er nog eens 10 in? Absoluut. Nee, echt waar. Ik ben elk jaar vraag, vinden ze nu niet een andere naap die dat wil doen? Nee, ze vinden niemand. Er is echt niemand dat wil doen. Ze gaan naar de Steven, zeg ik, ja, zeg, niks, doe ik niet. En dan was een Otto-Jan Ham en dan Jan Bekaus is ook geweest. Is het waar? En hebben ze nog, ja, was William van Laken, allee, zo echt mensen, echt denk ik, waarvan ze denken van ja, dan kun je dat niveau wat opkrikken. Maar ja, die willen dat natuurlijk allemaal niet, dus 13e seizoen, de slimste mens. Ja, en dat wil ook nog gratis doen, ook, hè, want je zou dan denken dat dat 13e keer, ik kreeg dan meer betaald toen dat doet. Men, nu, is het waar? Doen. Ja, echt waar. Ja, ik ben echt blij dat ik gesponsord ben, anders moest ik mijn kostuum nog betalen. Nee, ik vind het verschrikkelijk. Nee, ik vind het heel leuk, ik kijk er geweldig naar uit. Ja, en het belangrijkste is altijd die gasten, alleen los van het feit dat je werkt met een heel toffe redactie die zich volledig smijten om dat programma zo goed mogelijk te maken, is het natuurlijk ook uitkijken naar die gasten. Voor mij is het belangrijk dat ik, ten eerste, ik doe dat heel graag. Ik doe dat ook maar 2 maanden per jaar, dus ook belangrijk dat je dat niet aan het dag doet. Ik vind die combinatie van spanning en humor, dat echt perfect werken. Dat is het beste programma dat ik kan presenteren. Ja, nee, dat precies. Maar vooral, want ik maak me natuurlijk nog heel lang. Maar ja, dus, doe maar ook een opnieuw. Ja, ik weet nog dat het niet vol is. Nee, we gaan nog een stukje, just dat van uw kaas. Dat van mijn kaas, ja. Nee, zo gasten, het zijn 34 gasten, waarbij je elke ochtend, ik wil uit mijn bed komen 's morgens, want dat is op 53-jarige leeftijd, dus al een beetje een opgave. Oei, 53, ik zou jonger geschat hebben, Erik. Kunnen we deze dame een eigen programma geven bij 4? Ja, misschien wordt je zelfs... Maar dat is misschien door het zonlicht, ik dacht dat de grijze haar niet zo goed ziet, dat de zon een beetje aanmaakt. Ja, grijze haar. Eentje, of is er vandaag niet? Heb ik het weggepaint? Nee. Goed, ja, zo antwoord ik natuurlijk op geen één vraag. Maar zeer veel dank dat je mij maar 52 schat. Ja. Ik ben exact zo oud als Tom Cruise. Is het waar? Ja. Maar je bent toch groter? Of doe je ook van die verhoogstjes in je schoenen? Niet verhoogstjes in mijn schoenen, maar hij is, ja, ik ben iets groot. Ja. Ah, ja. Ik heb hem ooit ontmoet en hij geeft mij een hand en ik zag, het vond heel leuk dat je, ik zei dat natuurlijk niet. Maar ik zag hem en ik zeg, Tom, zeg maar. Ja. Dat heb ik gezegd aan wat tijd. Wat zei hij? Ja, die lacht altijd. Hè. Dus, Scientology, trouwens, lachen. Nee, ik ben exact zo oud als Tom Cruise. Het verschil is dat hij om vliegtuigen hangt. En dat ik heel veel moeite zit om hier in een strandstoel te zitten en er straks terug uit te raken. Maar voor de rest, ik zie nauwelijks het verschil. Ja, zwaar. Ja, zwaar. Dus we zijn afgeweken. Nee, ik wil 's morgens uit mijn bed komen, wat zeggen dat mijn leeftijd geen sinecure is, en denken van, vandaag komt een dier mee, tof. Ja. En dat is hetgeen wat je elke dag opnieuw wilt, en dat is... En van wie verwacht je nu echt veel? Ja, dit seizoen. Ja, van zo de kandidaten dat er al zijn. Die zo op een... journalisten naar op zoek zijn gegaan, en dan... We hebben daar niks mee te maken. Nee. Ja, dat is ook niet erg dat er... het verlangen dat Kim Clijsters na al die jaren, dat je zelfs niet bij Kim Clijsters raakt om een vraag te stellen, als die dan plots zegt van ja, ik doe mee en Kim Clijsters is een wereldster. Ja, dat is waar. Tom Cruise is niks, hè. Nee, Kim Clijsters. En Kim Clijsters is bovendien jonger en groter. Ja. Veel groter. Kim Clijsters is zelfs groter dan ik. Ja, dat is groter. Ja, dat is groter dan ik. Cool. Maar dus van haar, verwacht je van haar veel? Ja, ik verwacht van haar heel veel. Hij heeft ons ooit voorgesteld. Een of andere Grand Slam of zo, waar ze Justine Nijt moeten kort wieken in plaats van... Kim Clijsters dus daar. Nee, Kim Clijsters, maar gewoon, er is toch heel veel... Bart Verhage, de baas van Club Brugge en van YouPlace, dat er weliswaar nog niet staat. Club Brugge staat er ook nog niet helemaal, maar dat komt wel. Allee, zo, echt... Dat staan van Sam Mang, die is toch wel de zanger van het jaar is. Ik bedoel, alle mensen die nog niet bekend gemaakt zijn, en ook mensen die voor ons nog minder bekend zijn. Ja, gewoon heel veel mensen waar je denkt van dat wordt plezant, of dat wordt triestig, of dat wordt spannend. Je weet ook weer dat er weer mensen gaan zijn zoals vorig jaar Adil El Arbi en Marc-Marie Heiberg, die nu wereldsterren zijn in Vlaanderen, en die wel weer tof zijn, en die nu nog bekend zijn. Ook dat soort mensen zitten erin. Dus het klinkt wel alsof ik promo maak van mijn eigen programma, wat ik natuurlijk ook doe, maar het is, kijk er echt naar uit. En nu, de vrolijkheid neemt bereikt hoogtepunt, omdat er iemand met hapjes komt.